over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen draait nu op volle toeren. De VVD was bij de afgelopen drie statenverkiezingen de grootste partij in Flevoland. En lijsttrekker Jan de Reus is hier. Meneer de Reus, landelijk is de VVD afgelopen week gezwicht, hè, voor de klimaatdrammers en hun CO2-heffing, oftewel de klavertax. Bent u eigenlijk daar als Flevolandse VVD-lijsttrekker gelukkig mee? Nou, ik bemoei mij niet met de landelijke politiek, als ik heel eerlijk ben. Dat is aan landelijk. Het heeft waarschijnlijk wel invloed op uw prestatie komende woensdag. Nou, het zijn provinciale statenverkiezingen wat mij betreft. En wij doen het hier, wat betreft duurzaamheid, doen wij het prima in onze provincie. We zijn voorloper. Dus ik zie niet in waarom dat een invloed zou hebben op de resultaten in Flevoland. Hebt u een cursus in de camera kijken gevolgd? Of? Nee hoor, maar ik weet gewoon hoe het moet. Maar goed, u trekt zich dus niks aan van wat er landelijk is besloten over de energietransitie. Wij volgen onze eigen politieke lijn. Ja. En die is, wij gaan door op de ingeslagen weg. Bovendien krijgen wij straks een echt klimaatakkoord wat gesloten moet worden met de provincies vanuit het Rijk. En dat betekent wat ons betreft, daar krijgen wij een opgave en die moeten wij zo goed mogelijk gaan invullen. En daar staan wij voor aan de lat. Maar toch wat er afgelopen week woensdag gebeurde, is dat nou eigenlijk een voorafschaduwing van wat we na 20 maart in de provinciale politiek te zien gaan krijgen? Dat de VVD misschien toch door de knieën gaat voor de klimaatdrammers van GroenLinks en D66, nee, die er toch een schepje bovenop willen? Wij gaan niet door de knieën. Wij krijgen een taakstelling straks van het kabinet als provincie te vervullen. Dat krijgt elke provincie en die taakstelling gaan wij zo goed mogelijk invullen. En dat, daar verwacht u geen grote discussie over dat er nog een tandje bijgezet moet worden? Nou, wij zijn een voorloper, want wij doen bijvoorbeeld op windenergie doen wij al meer dan de taakstelling die wij hadden gekregen. Ja, Flevoland is daar duidelijk koploper in. En dat betekent dat wij rustig kunnen voortgaan op de ingeslagen weg met onze duurzaamheidsagenda. En dan hoef ik niet te zwichten voor klimaatdrammers of iets dergelijks. Wij zijn gewoon heel realistisch. Maar u verwacht daar helemaal geen grote discussies over, ook niet in de komende formatie? Ik denk dat het wel meevalt. Hangt er ook vanaf welke partij je aan tafel krijgt, maar ik denk dat het wel meevalt. U pleit er wel voor dat er een lobby komt voor een technische universiteit op het gebied van klimaat en energie, ja. Hè, u als de VVD. Dat is dan een beetje waarmee de VVD nog het duurzame gezicht wil laten zien? Nou nee, wij hebben een hele paragraaf duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma staan. Maar de technische universiteit is een van de dingen. Wij hebben een prima hbo-instellingen in Flevoland, we hebben prima mbo-instellingen, maar wij missen de kop op de opleidingen. En een technische universiteit op innovatie en klimaat, dat past heel goed bij Flevoland. En wat ons betreft zou die in Almere gevestigd moeten worden. Is aantrekkelijk voor een grote stad als Almere. En dan heb je gewoon het totale opleidingsgebouw in je provincie. En dat maakt de provincie een stuk aantrekkelijker. Moet ik in datzelfde licht eigenlijk ook het proefballonnetje zien dat u het leger hier naartoe wil halen? In die zin dat u Flevoland als een ideale locatie ziet voor het ministerie van Defensie? Nou, één, het is geen proefballon. En B, het leger naar Flevoland halen, dat interpreteert u. Wat wij graag willen is een kazerne. Een kazerne is hartstikke goed voor onze economie. Wij liggen centraal. Is een goede uitvalsbasis ook voor in het verband met veiligheid en dergelijke. We liggen vlak bij Amsterdam. Dus wat ons betreft zeggen we, het is een goede werkgever. Het is een grote werkgever. Ja. Het heeft veel toeleverende bedrijven. Wij hebben de ruimte, dus laat maar komen wat ons betreft. Maar is er ook serieus sprake van dat Defensie nog een locatie zoekt? Nou, ik hoop, als ik heel eerlijk ben, persoonlijk, dat Vlissingen niet doorgaat. En dat ze een andere goede locatie aan het water zoeken. En dan is Flevoland de eerste locatie waar je dan aan denkt. Ja, want we wilden niet naar Vlissingen, omdat Zeeland, dat was dan zo ver weg. Maar Flevoland zouden ze dan wel een aantrekkelijke vestigingsplaats vinden? Doorn en Flevoland liggen vlak bij elkaar. Dus dat is voor de mariniers die wonen op de Veluwe, is dat prima te doen. Ja. Dus welkom. VVD ligt behoorlijk onder vuur in deze campagne. We horen spotjes van Forum voor Democratie tegen het beleid van Rutte 3. Stichting Red de Veluwe zendt nu spotjes uit, ook bij Omroep Flevoland, waarin Rutte belachelijk wordt gemaakt. Hè. Dan hoor je hem roepen, heerlijk toch dat geluid van een goede groeiende economie. En dat gaat dan over laag overkomende Boeings vanaf Lelystad Airport. Met een oproep om te stemmen op stille partijen. Vindt u het ook grappig, die spotjes? Nou ja, ik vind het, grappig is het woord niet. Wij als VVD, wij gaan uit van onze eigen kracht. En dat betekent als andere partijen, zoals Red de Veluwe, zich willen afzetten tegen Rutte. En een van de andere partijen in onze staten, die heeft in het verkiezingsprogramma ook staan, stem ze weg. Ja, dat moeten ze doen. Ik vind dat geen bewijs van kracht, ik vind het een bewijs van zwakte. Wij gaan uit van ons eigen programma. Wij gaan doen wat wij voor Flevoland belangrijk vinden. En daar hebben wij geen premier nodig als afleidingsmanoeuvre of wat dan ook. Maar u hebt natuurlijk wel te maken met twee concurrenten op rechts op dit moment. Hè? U noemde al even de PVV met stem Rutte weg.
Forum voor Democratie is een nieuwe partij. Wat hebt u eigenlijk voor indruk van Forum voor Democratie? Want dat zou misschien een coalitiepartner voor de VVD kunnen zijn. Ik heb geen idee. Ik heb de afgelopen week nog gekeken naar de website van Forum voor Democratie, flevoland.nl, of ik daar wat kon vinden. En dan kom je gewoon bij de website van Forum voor Democratie uit met de landelijke standpunten. En ik ben niet zo ver. Er staan wel een paar Flevolandse standpunten. Nou, dan moet je heel goed zoeken. En ik weet niet wat ik aan ze heb. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. En landelijk liggen Forum voor Democratie en de VVD in ieder geval ver uit elkaar. Dus ik schat in dat het in de provincie ook wel zou kunnen. VVD-kiezers probeert bij u weg te halen natuurlijk. Elke partij probeert VVD-kiezers bij de VVD weg te halen. En wij gaan uit van onze eigen krachten. En wij willen gewoon kiezers overal vandaan halen. Uit het midden. Wij zijn een middenpartij. Wij zijn niet rechts. En we zijn ook niet links. Maar samenwerking met Forum voor Democratie, dat ziet u dus nog niet gelijk zitten in het volgende college? Ik sluit op zich niets uit. Dat hangt helemaal van de verkiezingsuitslag af. Na 20 maart weten wij gewoon wat er aan de hand is. Ja, en 21 maart gaan we eens nadenken. Wat zijn de gevolgen van die uitslag? We krijgen dus waarschijnlijk een stuk versnippering in de Staten. Ja, je zult veel partijen nodig hebben, met andere woorden. En er zijn veel partijen nodig. En we hebben nu al 5 partijen in een coalitie. Het zou me niet verbazen als dat er 6 zouden worden. Ja, wilt u eigenlijk graag met de huidige ploeg in grote lijnen door? Want die draait in feite pas een jaar natuurlijk. Maar ik noem dat een beetje het motorblok. Hè? Want VVD en CDA die zitten al jaren samen in de coalitie. En nu zit de PvdA weer bij en die heeft de afgelopen 3 jaar heeft hij niet meegedaan. Nee. Ik kan mij voorstellen dat partijen waar je goed mee samenwerkt, dat je daar ook mee doorgaat. En de SP, maar, waarmee het een jaar geleden tot een breuk kwam, zou dat weer een partner kunnen zijn? We hebben als VVD altijd gezegd, we hebben geen breuk met de SP. We hebben een breuk met de heer Meijer. En niet met dat de partij de als SP. Destijds. En de SP heeft de kant van de heer Meijer gekozen, wat ik overigens wel snap. Maar we hebben nooit gezegd dat wij een breuk met de SP wilden. En dan de PVV? Dat was 4 jaar geleden eigenlijk nog voor u onoverkomelijk om daarmee in het college te stappen. Hoe staat dat nu voor? Nou, dat gaan we zien hoe de heer Janssen reageert. Want, de lijsttrekker Chris Janssen, We hebben 4 jaar geleden, ze hadden een heel goed verkiezingsprogramma. Maar er stond niets in over allochtonen en dergelijke. Wat is uw eis nog steeds dat Chris Janssen de minder Marokkanen uitspraak van Geert Wilders terugneemt? Want wij gaan... De VVD beoordeelt mensen op hun gedrag, niet op hun afkomst. En als je zegt, alle Marokkanen het land uit, minder, 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 dan beoordeel je hele bevolkingsgroepen, zet je weg als tweede rangs burgers. Dus als de Flevolandse lijsttrekker zich daar niet van distancieert, die uitspraak van inmiddels 4-5 jaar geleden, dan komt er geen samenwerking in een college. Ik denk dat de heer Janssen op een gegeven moment ook wel wijzer wordt. Hij wordt ouder, dus ik schat in dat hij ook wat wijzer wordt. Maar ik heb geen idee, maar dat gaan we ontdekken. Nog even kort, hè, want de VVD pleit in het verkiezingsprogramma voor een sterke, effectieve overheid. Die zich beperkt tot de kerntaken. Hè? Dus een kleine rol voor de provincie. Hoe kijkt u dan naar bijvoorbeeld een coalitiepartner als PvdA, die een 8e kerntaak toevoegt, krachtige samenleving? Ook ChristenUnie wil veel meer aan zorg gaan doen, bijvoorbeeld in Flevoland. Ja, dat vind ik een lastige. Er is in de opbouw van het land heb je gemeente, provincie en rijk. En er zijn taken belegd. En voor de provincie zijn een 7-tal kerntaken benoemd. Hè? Ruimtelijke ordening, verkeer, infrastructuur, cultureel erfgoed en dergelijke. Ja. En de andere taken liggen gewoon bij de gemeentes. Dus jeugdzorg ligt ook bij de gemeentes. Maar goed, een aantal partijen in de Staten wil dus verder gaan. Ja, dat heb ik ook gelezen. En dan denk ik, ja, dat klinkt wel heel leuk. En misschien trek je daar wel kiezers mee. Maar de werkelijkheid is, als de provincie op een taak gaat zitten van de gemeente en daar geld aan gaat uitgeven, dan gaat een gemeente dan achteroverleunen. En wij moeten doen waar wij goed in zijn. Dat zijn onze 7 kerntaken. En dan moet je niet verder gaan. Want vervolgens komt er een 9e kerntaak, een 10e kerntaak. En voor je het weet, doen we alles weer als provincie. En volgens mij moeten we dat niet willen. Jan de Reus, bedankt. Dit was over Flevoland gesproken. Komende woensdag, verkiezingsdag, daar doen we natuurlijk uitgebreid verslag van. En volgend weekend weer over Flevoland gesproken. Graag tot dan.